Hi allemaal, op dit moment zit ik in Vietnam. Ik ben namelijk op vakantie voor een maandje samen met mijn vriend. En we zijn aan het reizen op de motor van noord naar zuid. Het is een heel lang gestrekt land. We zijn hier eigenlijk al anderhalve week. We zijn nu ongeveer op het midden. We zijn in Hanoi aangekomen. En dit is echt een supergezellig dorpje. En ik dacht, het lijkt me wel heel erg leuk om te vloggen en jullie een beetje mee te nemen. Het was in eerste instantie niet mijn plan om te vloggen. Dus ik heb niet de Canon mee met goede stabilisatie, maar een andere camera. Maar deze is hopelijk ook goed genoeg. En we zijn hier een beetje wat rustiger aan het doen. Dus het leek me daarom juist extra chill om te vloggen. Anders is het heel hectisch en kan je het niet volgen en dergelijke. Zoals je ziet kom ik net uit de douche. Ik dacht, ik ga heel eventjes buiten zitten om dit stukje te filmen. In zo'n leuke badjas die echt bloedheet is. Het is super warm hier. Het is iets van 30 graden of zo. Maar ik zal heel eventjes laten zien waar ik zit. En op dit moment zijn we aan het verblijven in het Puk Tao Villa. En dat is heel erg budgetproof, maar best wel chill. En dit is mijn uitzicht. Lampionnetjes zie je hier echt overal in Hanoi. En hier beneden is nog een zwembad. Dus goed, wat we gaan doen vandaag weet ik nog niet zeker. Maar ik moet in ieder geval eventjes me klaarmaken, ontbijten. En we gaan straks heel eventjes langs wat kledingmakers. Want ik ben mijn bikini... ik heb een hele fijne bikini van Abercrombie & Fitch. En die is echt helemaal afgeraffeld en oud geworden. Maar die ben ik nu aan het laten kopiëren. Want hier in Hanoi heb je heel veel kledingmakers. En dat leek me gewoon een supergoed idee. Dus dat gaan we in ieder geval eventjes checken straks. En jullie zien het wel. Dit is trouwens onze kamer. Let niet op de zooi. En we hebben op dit moment best wel een chille overnachtingsplek even geregeld. Omdat we dus echt eventjes willen chillen. De ene keer zitten we in super goedkope hotels of hostels. En nu even in een wat luxer ding. Ik vind hem wel heel erg leuk. En dit is de backpack die ik mee heb. Of het is niet echt een backpack. Hij is wat kleiner. Hij is echt helemaal niet zo groot. Maar echt alles wat ik nodig heb past erin. En wat heel cool is. Hij is van Eastpak. Zijn deze clipjes met regenboogmetaal. En jullie weten dat ik daar dol ben. Dus... love it! Dus ik ga me heel eventjes klaarmaken en dan zie ik jullie zo weer. Zo, ik sta op dit moment in de Yellow Sun Tailor Shop. En zoals je kunt zien zitten er allemaal bikinis om me heen. Ik heb hier mijn favoriete bikini van Abercrombie & Fitch opnieuw laten maken. Eigenlijk kopiëren. Want het is gewoon een hele fijne bikini. En hij is echt naar de Filistijnen. Zoals je kunt zien, hij is een beetje verkleurd en gewoon vaal geworden. En ik kon hem gewoon niet meer vinden bij Abercrombie. Dat vond ik heel erg jammer, want bikinis vind ik toch een beetje moeilijk. En in deze komen mijn boobs gewoon goed uit. Dus vandaar dat ik hem even heb laten dubbelen. Ik heb net al eventjes gepast. Dat heb ik eventjes zonder camera gedaan. En ik kan hem misschien later nog wel beter laten zien. Maar ik heb hier een oranjeachtige kleur en een zwarte. En dat is gewoon echt een perfecte kopie van wat ik net had. En dan echt maar voor een paar euro. Heb ik ze laten maken, dus ik ben heel erg blij. We gaan nu eventjes naar een andere winkel, de Kimmy. Dat is een wat luxere winkel om je kleding te laten maken. Daar heeft mijn vriend een pak laten opmeten, dus we gaan even kijken hoe dat is. Maar het is wel heel erg leuk, als je gewoon een leuke bikini hebt gezien op internet, kan je hem laten zien. En dan kan je hem dus laten maken voor een prikkie. Nou, trouwens niet altijd voor een prikkie. Niet elke winkel hier is super goedkoop. Maar goed, ik ga weer verder. Oké, dus hier sta ik nu even buiten op straat. Het is best wel een druk kruispunt. En het is Kimmy. Hier gaan we heel eventjes kijken hoe de kleding is geworden. Kijk hoe schattig deze lampionnetjes eruit zien. En in de avond lichten ze ook allemaal op, dus dat is echt super cool. Maar overdag ziet het er ook echt al heel vrolijk uit. Ik sta op dit moment bij de Friendly Clothing Shop hier op een kledingmarkt. Ik hoop dat je me kan verstaan. En ik heb een broekje laten maken. En dat is deze flared pants. Ik zocht namelijk al heel lang naar eentje die wat goedkoper was eigenlijk en goed bij me paste. En dat is deze, die heb ik helemaal op maat laten maken. Ik ben er echt super blij mee. Dus als je een keer hier kleding wil laten maken, zou ik zeker hier op een gaan zien. We zitten nu heel eventjes op het strand en we hebben wat eten besteld, want we hadden even zin om wat te lunchen. Dus ik heb hier een ananassapje en er komen zo'n granalen aan en kip. En dat leek ons wel heel erg chill om aan het strand te lunchen, omdat het toch weer een hele andere vibe is dan in de stad. En het ziet er ook wel echt heel lekker uit. We zitten wel even in de schaduw, want het is heel heet. Dit is coconut shrimp. Ik weet niet zo goed waarom het groen is. Zo, ik sta weer in de hotelkamer en ik zie dat ze hem hebben opgemaakt. Ik laat meteen even zien. Dit is een iets beter beeld van de kamer. Het ziet er iets netter uit.
En nogmaals, ik vind die lampionnetjes echt heel erg leuk. En ik ben heel eventjes mijn spulletjes wegbrengen. En ik dacht, laat meteen eventjes zien. Dit is de bikini top. Dit is een beetje een oranje roestachtige kleur. Dat vond ik wel heel erg cool. En ik heb hem dus ook nog in het zwart. En natuurlijk ook nog een broekje erbij. Dus dit is dan het broekje. In dezelfde kleur. Die vind ik wel heel erg mooi. En dit is hem dan in het zwart. Dezelfde model, maar toch weer heel anders, omdat hij zwart is. Heb ik ook nog een hele toffe luipaardprint broek laten maken, flared. Die dus helemaal goed past op mijn lichaam. Ik moet heel even kijken hoe ik dit ga doen. Nee, dat gaat niet. Oké, dit is eventjes een beetje een skere manier van laten zien. Maar dit is hoe de broek eruit ziet. Oh, die kan de onderkant niet zien. Sorry voor de rommel. Dit is hoe de broek eruit ziet. Billen komen er goed in uit. Hij zit hier helemaal strak. En hier zit dus een verborgen ritje ook nog in. En ik vind hem heel erg leuk. En ik heb hem hier dus gewoon lekker strak laten maken, zodat hij echt helemaal mooi in mijn middel zit. En ja, ik vond het ook wel gewoon heel erg cool om iets te laten maken. Het is wel echt een extra leuk souveniertje eigenlijk. Dus ja, heel erg blij met alles wat ik heb laten maken. Zo, we zijn inmiddels weer een paar uurtjes verder. We hebben net echt letterlijk niks gedaan. Gewoon een beetje gechilled en dergelijke. En ik heb ondertussen ook een kookworkshop geboekt. Die ga ik morgenochtend doen. En we gaan nu even de stad in om wat te eten. Zoals je achter me kan zien, zie je al wat lampionnetjes aanstaan. En we gaan straks richting het centrum lopen. Waar je nog meer van die lampionnetjes kan zien. Dus dat is wel heel erg leuk. Denk ik, als je nog niet weet hoe het eruit ziet om te zien. Het is heel knus. We weten nog niet waar we gaan eten, maar we kijken wel eventjes wat we gaan tegenkomen. Maar zoals je nu al kan zien, zijn de straten echt al heel leuk verlicht. We zijn inmiddels een hapje eten. Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar we naar binnen zijn gelopen. Maar ik denk dat het wel lekker is. We hebben hier in ieder geval een passion fruit mojito en wat is het? En iets met aardappel. En hierna komen er nog twee Vietnamese gerechtjes aan. Dit hebben we besteld. En ik ben de namen vergeten. Volgens mij was dat Cum Lao. En dit is... Ik weet het echt niet meer. Maar het waren twee gerechten die bekend zijn in Hoi An. Dus ik ben heel erg benieuwd. Weer naar huis, dit is onze motor. Goedemorgen allemaal, dit is alweer de volgende dag in Hoi An. En zoals ik al vertelde had ik een kookworkshop geboekt, dus die ga ik straks meemaken. Het heeft geregend vannacht en ook gisteravond. Ik kan het misschien een klein beetje zien. Dus het is nog steeds wel heel erg warm, maar het is gewoon heel erg bewolkt en een beetje vochtig in de lucht. Maar dat is prima. Ik denk dat ik over een kwartiertje word opgehaald. En dat gaat allemaal gebeuren. Ik ga nog wel eventjes kijken hoe en wat ik dat ga doen met vloggen. Want ik ben waarschijnlijk in een groep met allemaal onbekende mensen. En ik moet heel eventjes aanvoelen hoe en wat. Of het een beetje gaat en of er heel veel doorheen wordt gekletst en dergelijke. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik me eventueel nog ga omkleden of dat ik het aanhoud. En dan zie ik jullie straks weer. Zo, we hebben net over de markt heen gelopen en al onze ingrediënten gehaald. En dan gaan we nu een bootje doen voor een kleine boottour. En dan gaan we straks koken. Ik vond het al heel erg tof om te zien. Alles is vers hier. Dus hier gaan we koken. Dit is mijn eigen tafeltje met dingetjes. Allemaal kruiden zijn klaar. Hier kunnen we ook koken. Dit is een pannetje. En we gaan dus vier gerechten maken. En we gaan heel erg benieuwd of ik het straks een beetje onder de knie krijg. Het lijkt me heel chill om dat te weten voor thuis. We hebben net eerst gerecht gemaakt en dat zijn spring rolls. En dit zijn echt de allermooiste die ik ooit heb gemaakt. Het is een hele andere pindasaus die ik nog niet ken. Kijk hoe professioneel dit eruit ziet. Ik ben best wel trots. Ik ga het nu even opeten. Dit is Bang Xiao en het is een knapperige rijstpancake met allemaal vulling ertussen in rijstpapier. Dit is serieus zo lekker. De buitenkant is heel krokant en de binnenkant zitten dan allemaal kruiden, koriander, basilicum, allemaal dingetjes, munt. En het pannenkoekje zelf is ook met kokosmelk gemaakt, dus proef je ook. Het is echt mega lekker, ik heb het nog nooit gehad.
Wow. Dit is Bunbo Bodinam, als ik het goed heb onthouden. Een rijstnoedelsalade met beef. En dan als laatste Fobo. Hier kijk ik echt naar uit. Dit is mijn favoriete Vietnamese recept. En dus is een noedelsoep met rundvlees erin. Dit is denk ik wel de beste pho die ik tot nu toe heb gegeten in Vietnam. Echt super lekker. Zelf gemaakt ook nog. Echt heel blij dat ik het recept heb. Ik ben weer terug op de kamer en ik vond de kookworkshop echt super leuk. We gingen dus eerst naar een markt en dan gingen we alle ingrediënten halen. En dan kregen we ook wat meer uitleg over wat alles was. En we konden aan dingen ruiken en dergelijke. En daarna gingen we met een bootje de rivier over en daarna gingen we dus koken. En alle gerechten die ik heb gemaakt waren echt super goed van smaak. Misschien wel de beste Vietnamese dingetjes die ik heb gegeten tot nu toe. En vooral de pho, of de pho, sorry. Die was ik echt super goed. Dus ik kan echt niet wachten om die thuis nog een keertje te maken voor Larissa en Serena bijvoorbeeld. En het was gewoon heel erg goed georganiseerd. Dat is ook wel heel belangrijk. Dus alles werd gewoon geregeld. Iedereen keek mee. Ik hoefde geen vragen te stellen, want ze hielpen je dan al. Dus ja, dat was echt heel erg duidelijk. Dus ik ben nu weer thuis. Ik ga mezelf heel veel opfrissen. Want ik ben een beetje shiny ziek. En ik heb echt super veel gegeten. Want ik heb alles gewoon opgegeten daarna. Maar nogmaals, dat was echt super lekker. En dit was de Tuan Tin Island Cooking Tour. Dus als je een keer in Vietnam bent en je wil een cooking tour doen, dan zou ik het zeker hier doen. Want het was echt heel erg goed. Zo, we zijn een heel klein stukje gereden net op de motor om nog een beetje de toerist uit te hangen. Dus hier achter me zie je een heel groot standbeeld. En dan hier zit het allemaal nog heel mooi. Heel veel mensen ook, zoals je kunt zien. Kijk, het is nu bewolkt, dus je kan niet zo heel goed zien. Maar we zitten heel hoog, dus je ziet daar in de verte alleen water en zee. En dan hier zie je allemaal van die marmeren standbeelden en ik moest wel lachen. Want je ziet hier allemaal van die hele stoere, dat is zo'n hele stoere tijger en zo. Maar deze, die heeft dan weer een of andere hele schattige cartoonish-achtig beest waar hij op zit. Ja, oké, nu is het niet zo grappig als ik het vertel, sorry. Maar we gaan eventjes kijken of we die tempel in kunnen. En ik heb ook een jasje mee, zodat ik mijn schouders kan bedekken. Ik heb een ijsje gehaald. En het is, wat is het? Vanille en rode bonensaus. In de vorm van een vis, dus ik ben heel erg benieuwd of die lekker is. Maar, oh. Op zich, wel lekker. Zijn. En we staan nu bij een watertoren. En dan hebben we hier echt een super mooi uitzicht. Dus dit is hoe je dan binnenkomt. Via een trappetje daar beneden. En dan kruip je hier uit en dan heb je hier een mooi uitzicht. Als je goed kijkt, zie je daar een aapje. Er zit er nog eentje achter volgens mij. Ja, kijk, daar komt ie. Oh, twee! Hallo! Ja, kijk, vet mooi. Kijk hem eten, joh. Er zijn er gewoon vier, vijf, even zes. In één zo'n boompje. We staan hier boven op de watertoren met drie meiden in hetzelfde jurkje die alleen maar foto's van zichzelf aan het maken zijn. Terwijl hier dus gewoon al de hele tijd aapjes zitten. Hallo. Het is toch veel leuker. Zijn er echt veel meer nog, of niet? Het grappige is dat ze allemaal tegelijk naar boven komen ook. Deze beelden schiet ik nu door een verrekijker heen, dan is het misschien iets scherper. En kijk dan. Hoeveel er zitten hier. Ik weet niet wat voor aap dit is, maar hij heeft een witte staart, een oranje gezicht. En ze kijken ons allemaal aan, dus wij kijken naar hun en zij kijken naar ons. Joehoe. Om
om de dag af te sluiten hebben we plaatsgenomen bij een burgertentje, Burgers Plus. Want we hadden echt super veel zin in een burger na al het Vietnamese eten. En het ziet er heel erg goed uit. Tadaa! Hier hadden we echt heel veel zin in. En het is een heel klein burgertentje hier in de buurt van ons, van waar we overnachten, zeg maar. Dus iets smakelijk. Mocht je het je nog afvragen, die hamburger viel een klein beetje tegen. We hadden het kunnen weten. De vlog was ik vergeten af te sluiten, dus dat ga ik straks doen. Maar ik heb nog een paar andere beelden die ik graag met jullie wil delen van deze vakantie. Het zijn gewoon een beetje random beelden, dus daarom ga ik er zelf eventjes wat bij praten. Zoals ik aan het begin van de vlog al zei, begonnen we dus in het noorden en gingen we naar het zuiden. En een beetje in het noorden aan de zijkant heb je dan Halong Bay. Dat is echt super bekend. Dan kan je kajakken door van die hele hoge bergen. En we hadden dus een boottour geregeld. En dan gingen we met een boot doorheen varen door de bay. En daarna gingen we dus nog kajakken. En je kon ook zwemmen. Het was op het moment dat wij er waren best wel mistig en ook een beetje koud. Dus we hebben niet gezwommen. En het weer was dus niet optimaal, maar ik moet zeggen dat de mist ook wel weer een soort van mooie vibe gaf. Het ziet er nog steeds heel erg mooi uit. En dit stond echt hoog op onze bucketlist, dus we konden hem ook zeker niet overslaan. En ik vond het ook zeker wel een van de highlights van deze vakantie. Mocht je je nog afvragen, we hebben deze hele vakantie op de motor gereden. En dat was echt wel heel erg tof. Het geeft een heel vrij gevoel. We konden overal stoppen waar we wilden. Het is ook wel een beetje spannend, want het is heel erg druk op de weg. En mensen komen echt van alle kanten aanrijden. En soms staan er ook ineens koeien op de weg. Dus je moet wel gewoon heel erg aandacht erbij houden. Maar mijn vriend is een ervaren motorrijder, dus dat ging echt helemaal goed gelukkig. En het leuke is dat je echt overal mooi uitzicht hebt. Heel Vietnam is echt prachtig. En op de motor heb je echt de meest mooie wegen. Je hebt een paar die heel erg bekend zijn. Maar we hebben echt onze ogen uitgekeken. Dus zeker, het is echt zeker een aanrader om het op de motor te doen. Maar ik kan me voorstellen dat het ook niet heel makkelijk is. Je moet wel een beetje kunnen rijden. We zijn op een gegeven moment ook naar Ninh Binh gegaan. En hier heb je de Mua Caves. En dat zijn eigenlijk grotten die niet heel veel betekenen. En dan kan je ook nog een berg op. En dan heb je een super vet uitzicht. Misschien herken je dit een beetje van mijn Instagram. In Ninh Binh hadden wij een overnachting geboekt in van die hutjes. Dus dan zit je echt midden in de natuur tussen de bergen met dat water erbij. Je hoort allemaal dieren en het is echt super chill en rustgevend. We hebben lekker biertjes gedronken in een hangmat en zo. Alleen, we hadden niet zoveel geluk met het weer. Oh my god, nu kan ik erom lachen, maar het ging stormen en onweren en we hadden al wel gezien dat het zou gaan onweren, maar storm hadden we niet verwacht. Het deken vloog die kant, de klamboe ging alle kanten op en ik wist niet wat er aan de hand was. En dan heb ik ook nog wat beelden van dat we naar Dalat reden. Dalat is ook een super vet plaatje. Ik heb er eigenlijk vooral foto's, niet echt beelden van. Dus ja, hoe dan ook, niet heel veel andere beelden, maar heel veel foto's geschoten. Ik wil nog wat artikelen schrijven en delen op onze reisblog travelab.nl als je daar geïnteresseerd in bent. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze vlog te zien. Ik heb in ieder geval heel erg genoten van deze vakantie. Ik ben helemaal tot rust gekomen, heb echt super veel nieuwe dingen gezien en het was echt super cool. En nu heb ik ook alweer helemaal zin om nog een andere vakantie te boeken. Maar laat ik maar even rustig aan doen. Ik blijf nog even hier met jullie om video's te maken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Vergeet in ieder geval niet op die abonneerknop te drukken als je nog geen abonnee bent. En natuurlijk een duimpje omhoog te geven als je deze vlog leuk vindt. En ik ben ook wel heel benieuwd, ben jij wel eens in Vietnam geweest? Zo ja, laat het even hieronder weten. En laat ook even weten als je nu heel erg geïnteresseerd bent. Misschien ook na het zien van mijn foto's op Instagram. Als je nog niet hebt gecheckt, mijn account is @tareverbond. En daar kan je allemaal leuke foto's vinden. Nou goed, dat was hem weer. En dan zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doei!